Het is 26 maart en ik sta in Honswilsdijk. En je zal wel denken, Dom, wat doe jij in godsnaam in Honswilsdijk? Nou, wij zijn uitgenodigd door Stichting Westlands Hoop om te kijken wat ze hier hebben georganiseerd. Nou, het is namelijk ook zo dat Stichting Haarwens hier aanwezig is. Wat is Stichting Haarwens? Nou, dat is namelijk een stichting die knipt meiden, dat kunnen ook jongens zijn als je maar 30 centimeter lengte hebt. En van dat haar worden dan weer pruiken gemaakt. En er is ook een vrijmarkt en nog veel meer om te beleven. 26 maart, zondag. Waarom zijn we hier? Nou, er zijn een paar redenen voor. Wij zijn Stichting Westlandse Hoop. Jullie zijn drie hele gezonde meisjes. We hebben hier een kanje van mijn stichting, Jacinta. Die kwam bij ons, zij vertelt zelf maar. Ik heb een hersentumor gehad in mijn hoofd. Een hersentumor, nou, dat wij van de stichting hebben toen voor Jacinta een hele mooie dag gehouden. Fotomodel of zo, het zag er wel niet uit, maar we hebben het in ieder geval geprobeerd. Wat zit daar weer te lachen, joh? Vond je het mooi dan? Nou, vooruit. Maar goed, dan kom ik deze drie meiden hier tegen. Eigenlijk zijn Jenne en Puk, en die hebben ook voor onze stichting aan de overkant, dan moet je heel ver de pont over, en dan helemaal in de polder ligt een dorp. En dan zijn ze ook al. Niet? Ja, jawel. Ja, wel toch? Oké. Okay. En die zijn allerlei dingen voor ons aan het doen. Maar nu zijn we hier voor Stichting Haarwensen. Een mooi voorbeeld hiervan is deze pruik. Die is van Jacinta geweest. Doe je pet eens af, want je hebt nou gewoon haar. Deze pruik is ook gedoneerd door Stichting Haarwensen, ook door kinderen. En volwassen mensen die ook behept zijn met kinderen met kanker die door middel van chemotherapie hun haar verliezen. En toen had Jacinta deze pruik op. Maar daar zijn we eigenlijk hier voor. En dan hebben we hier Cheyenne, Puk. Ja. Puk, hè? Puk. Ja. Vera. Toch. Die zijn hier ook. Die gaan ook de haar doneren. Dus draaien jullie je hoofd eens om. Leuk. Nou, dus deze drie meiden die worden daar geknipt. Nou, Jacinta weet als geen ander hoe het is. Jacinta is nou weer beter. Hè? Ze moet alleen nog een beetje meer spek eten, maar de moeder kan niet zo goed koken, toch? Wel. Nee, hè? Nee, dat zei je verleden keer ook al. Daarvoor is het nog een beetje dun, maar dat komt gewoon goed. Wat? Nou, nou, je wordt nooit super dik. Oké, nou maar beter, anders kom je er net zo uit te zien als ik en dat schiet ook niet op. Maar, dus. Jullie meiden gaan het doen voor een meisje als Jacinta die een hersentumor heeft gehad, dus heel ernstig ziek is geweest. Heeft moeten vechten voor haar leven. En daar zijn jullie voor bezig, dus ik vind jullie toppers en ik vind dat wel een applausje waard. Een leuk evenement. Ook kinderen hebben al daar gedoneerd. Ik zit even na te genieten, want ik heb natuurlijk ja, het beest geshout en zo. Hè. Dat is altijd zo. Dus ik zit even een beetje bij te komen eigenlijk. We hadden ook wat onverwachte donaties. Hey, zul jij nog terug? Ja. Wat gaan we hier doen dan? Jullie hebben wel mooi haar gekregen. Ja. Heb je die wel van de toonbank gehaald, de spaarpot? Nee, die hebben we zelf opgehaald. Oh ja, wat dan? Geld? Ja, dat zie ik dat geld. Wat hebben jullie gedaan dan? Ja, langs de deuren. Kom een beetje hierheen. Ja. Langs de deuren? Wat heb je langs de deuren gedaan? Heet je voor een kwijtje of? Nee, ik heb gevraagd of ze iets zouden doneren. Oké, dat is wel hartstikke gaaf. Er zit knap wat in. Dan kan ik wel lekker vanuit de Chinees vanavond, denk ik. Is dat de bedoeling niet helemaal? Nee. En wat vind je van je haar, Puk? Nou, ik moet er nog een beetje aan wennen. En hoe vind je het van Cheyenne? Huh? Vinden jullie het van elkaar wel? Vind jij het leuk van Puk? Ja. Ja, schattig zeker, een beetje. Hey, maar ik ben er heel blij mee. En ga je nog meer doen voor onze stichting? Als het kan. Als het kan, ja, het kan altijd natuurlijk. Ja, dan wel natuurlijk. Heet je voor een kaveetje heette dat vroeger. En jullie doen flessen ophalen? Ja. Helemaal goed. Hey, dan hoorde ik net, dat gaan we ook gewoon, want jullie doen wel heel stoer daar binnen. Maar jullie konden een dansje, hè? Ja, jullie konden een dansje. En, nou, ik ga die spaarpot, die neem ik even in. Gaat het ook? Hij is wel zwaar. Nee, dat is hartstikke lief van jullie, hè. Het is allemaal voor de kinderen die natuurlijk ziek zijn. Hartstikke mooi. En
Ja, jullie hebben net ook het andere meisje gezien, hè? Jacinta, die ziek is geweest. Ja. Nou, heel lief. En ik geef jullie gewoon de spaarpot dadelijk ook weer mee terug. En hartstikke leuk. En als jullie een keer aan de overkant wat aan het doen zijn, dan kom ik met Michel. Dat is Michel. Maar dan komen we naar jullie toe als jullie met flessen op aan het halen zijn of zo. En dan gaan we jullie filmen in actie. Ja, ja. En nu even een dansje. Ik tel tot 3. Nou, zo'n gênant dansje. Oké, okay. Moet ik dat 3 tellen? Ja. Nou, Mies, even actie, hè? De dans. 1, 2, 3. En dit is het? Ja, dat is het. Dit is de dans. Ja. Nou, hartstikke mooi, meiden. We gaan hem legen. En dan kijken we nu mee terug. Hartstikke lief, dankjewel. Nou jongens, zoals jullie zag, er was genoeg te beleven, er was ook genoeg te doen. En een heleboel kinderen en volwassenen hebben hun haar afgestaan voor Stichting Haarwens. Nou, dat was hartstikke mooi, want daarvan kunnen weer nieuwe pruiken gemaakt worden. En ja, wil je daar meer over weten, kijk dan gewoon even op de website. En ja, ik zeg gewoon, een geslaagde dag, zonnetje schijnt, heerlijke dingen waren te doen. Mooie plantjes, een marktje, alles was te doen. En ik zou zeggen, een geslaagde dag. En tot de volgende aflevering. Ik zou zeggen, later.